toch heerlijk als je onderweg bent naar huis? Ja. Ja, nou ja. Nou, dan is hij wel het beste. Dat is inderdaad wel waar, ja. Ja. Wij gaan eventjes een kandidaat bellen. Die kandidaat vindt het natuurlijk hartstikke leuk dat ze, Rutger van Barneveld ook aan de telefoon heeft. Onze kandidaat is Jeannette van Buiten uit Lelystad. Jeannette, goedemiddag. 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 Wat was je aan het doen vandaag? Ik ben mijn kerstdorp aan het afbouwen. Wacht even, het moet nog kerst worden, dat weet je, Jeannette? Ja, dat weet ik. Oh. Kerst moet nog komen. Kerst moet nog komen, maar ik ben het aan het afbreken. Maar wanneer heb je het opgezet? Dan in oktober of zo? In november. Oh, je bent zat nu. Ja. Echt waar? Nou, maar, en tijdens de kerstdagen dan, zit je gewoon in een... Nee, ik heb nog wel een kerstboom, hoor. Oh, die laat je wel staan. Ja. En wie zit er te mopperen bij jou op de achtergrond dat je hem al aan het afbouwen bent? Dat is mijn man. Dat is je man. En hoe heet hij? Rob. Rob. Hey Rob. Hi Rob. Hij zegt hij niks meer, hè? Nee, maar hij hoort het niet. Jeannette, ken je trouwens Rutger van Barneveld? Ja, die kan ik. Toch toevallig. We hadden een weddenschap afgesloten. Maar was het 9? Tenminste, één kant. Of nee, jammer voor jou. Jammer voor jou. Ik zeg, wij gaan straks de kandidaat bij. Ik ken natuurlijk heel Rutger van Barneveld niet. Waar ken je hem dan van, Jeannette? Van de televisie. Ja, van de televisie. Ja. Ja, inderdaad. Hoor je dat, Rutger? Ja, hij is een van de weinigen die nog een televisie heeft. Ja, ja, precies. En ik vind wel dat je een beetje aan het humblebraggen bent nu. Wat ben ik? Humblebraggen. Dus een beetje zo van, nee, het valt allemaal wel mee, terwijl je gewoon niet meer over straat kunt nu. Jawel, gelukkig kan ik gewoon over straat. Ah, ja. Jawel, natuurlijk wel. Wat is het leukste liedje, Jeannette, van Rutger? Nou, het meeste wat is blijven hangen is Helena. Ongelooflijk. Geweldig dat ze het ook gewoon weet. Ja, of ze heeft het net gehoord, hè? Nee, was je naar ons aan het luisteren of aan het kijken, Jeannette? Nee, we zijn Oranje opstaan. Wat? TV Oranje opstaan. Ja, tuurlijk. Kijk jij daar wel eens naar, Astrid, naar ja, TV Oranje? Ja, fantastisch. Ik vind dat zo leuk. Ik ook. Vooral de clips van mensen op een brug. Dan denk ik, er is weer €1000 tegenaan gesmeten. Of een strand. Ja. In de zomer loopt iedereen op een strand. Ja, inderdaad, ja. Met blote voeten. Zo, weet je wat we doen? We gaan over het strand lopen. Ja. Nou, briljant idee. Dat heeft nooit iemand gedaan. Heb jij al clips gemaakt op het strand? Nee. Maar ze sluiten uiteindelijk altijd af bij een strandtent. Met een glaasje wijn of iets anders. Gezelligheid. Iets gezelligs. Een cocktail of zo. Ja, maar jongens, het is wel heel lastig om iets te bedenken. Hè? Maar doe het dan niet, denk ik dan, Rutger. Als je denkt, het is mooi weer. Of wel ons. Ja. Hoe moeilijk is het om iets leuks te bedenken? En het allerergste is nog, als die artiest dan achteraf zegt, met dank aan het creatieve team. Want dat is er nooit geweest. Nee, dat was hij zelf. Nee. Met dank aan mezelf. Ja. Applaus voor mezelf. Zeg, Jeannette die vergaat van de zenuwen die is wat ze gewonnen heeft. Ja. Jeannette, dan moet ze eerst nog even draaien, liefschat. Ja, dan moet ze even wat zeggen. Jeannette, eerst even het antwoord van de foto's vandaag. Weet je welk verschil wij zoekten? Ja, die paal die ontbrak op de rechte foto. Ja, op de rechte foto stond geen paal. Had jij het ook gezien, Rutger? Nee. Nee? Nee. Je hebt geen overpalen. Nee. Goed, oké, dan mag jij aan het rad gaan draaien. En het rad gaat... Ik kan hem niet uitzetten. Sorry. Ik wilde zeggen, Jeannette, dat rad is stemgestuurd en werkt alleen op de stem van de kandidaten. Ja. Maar goed, ik ga even kijken wat er in de envelop. Als het een mooie prijs is, dan laat het erbij. 13. Als het een prijs is van niks, dan mag je nog een keer draaien van me. Hoe vind je dat, Jeannette? Heel goed. Dat is lief, hè, van mij. Ja, dat gaan we niet doen, hoor. Gedoe. Nummer 13, Jeannette. Het is ongelooflijk. De blijdschap zal van je afstralen. Je hebt namelijk een waardebon van bol.com gewonnen ter waarde van maar liefst €20. Kun je bijna een nieuwe kerststal van kopen. Oké, nou ga ik... Bijna, of zo'n kersthuisje. Of een kersthuis voor volgend jaar. Erbij. Ja. Ik ga toch nog even één ding... Ik vind het niet helemaal eerlijk als het gegaan is. Sorry Astrid, je hebt het goed gedaan. Maar ik wil ook dat Jeannette nog eventjes zegt... geef Kiek maar een vrolijke kerstdorp-zwiep. En dan gaat hij draaien. Is de prijs dan mooier, dan ben je die bon van €20 kwijt. Maar is de prijs nou dat je denkt, wat een armoe... dan krijg je alsnog gewoon die bol.com-bon van €20. Maar ik vind wel in de kader van de kerstgedachte dat ze die kan houden. Dat ze twee prijzen krijgt? Dat vind ik wel. Waar bemoeit hij zich mee? Waar bemoei jij je eigenlijk? Ja, ik weet niet waar ik me mee bemoei. Maar ik vind in het kader van het kerstgedachte waar we het allemaal zo over hebben, vind ik dat wel. Nou, Gelukkig helemaal niet ingewikkeld als Arnoud er een keer niet is. We gaan even... Het is wel een beetje je eigen schuld dan. Ja, sorry daarvoor. Oké, Jeannette, als jij zegt, geef Kiek maar een kerstige kerstdorpsweep, dan gaat het rad nog een keertje draaien. Dan gaan we kijken wat eruit komt. En dan zien we daarna wel welke prijs je uiteindelijk krijgt. Helemaal goed. Geef Kiek een kerstdorpsweep. Oeh, hij is heel streng hoor, Kiek. Nee. Geef Kiek maar een... Wat zei ik ook alweer, hè? Kerstige kerstdorpsweep. Oh ja.
Kerstdorp. Hij weet het zelf niet eens meer. Nou, ik denk het kerstige kerstdorp sweep, je dit? Ja. Geef Kiek een kerstdorp. Kerstdorp sweep. Kerstdorp sweep. Nee, een kerstige kerstdorp sweep. Kerstdorp sweep. Een kerstdorp sweep. Nee, geef Kiek maar een. Nee, geef Kiek maar een kerstige kerstdorp sweep. Kerstige kerstdorp sweep. Ja, heel goed. Oh, daar komt ie hoor. Heb je nu al spijt? Nee, het geniet met volle teug. Je vindt het leuk? Ja hoor. Goed zo. Rob ook. Wie is Rob? Dat is de man van Jeanette. Oh ja. Zit zich op te eten op dat. Ja. Af en toe horen we hem eventjes, ja. Hartstikke leuk, zei. 33. 33. Nou, wat zit daarin? Nou wordt het spannend, want ja, blijft het bij die bom. Ga je ruilen of ga je niet ruilen? In deze envelop, Jeanette, zit een cadeau uit de prijskast. Nou, dat is meestal dus altijd sowieso minder. Het zijn oortjes en zo, hè? Ja, dat is niks. Nee, ik heb al twee oren. Heel goed, dan gaat het over. Nou, weet je wat? Dan krijg je van ons natuurlijk gewoon die bon van 20 euro van bol.com. En je krijgt ook nog een doos bonbons. Gewoon een beetje omdat wij, vind ik leuk. Een goed plan. Ja. Het loopt helemaal uit de hand. Het loopt uit de hand. En wat ook nog, dat Rutger van Barneveld heeft nog een speciaal iets voor jou. Dat is echt, dat wilde hij speciaal graag zelf aan je meedelen. Een heel bijzondere prijs, want hij geeft namelijk een privéconcert. Nou, Rutger, zeg het maar. Oh, is dat zo? Dankjewel, hè? Dankjewel, hè? Nee, dat doen we niet. Zet je tv aan. Jeanette, je krijgt de bol.com-bon dus en de doos van bons. Dankjewel voor het meespelen, hè? Helemaal goed. Fijne dagen. Je wordt nog even gebeld voor je adres en dan komt het allemaal goed. Oké, bedankt. Oké, groet aan Rob. Doeg. Doei. Ik zie helemaal voor me hoe dat dan aan thuis ook aan toe gaat. Hé, Rutger. Jij hebt natuurlijk net... Oh, mensen gaan gewoon... Ja. Zijn we te laat. Oh, we zijn te laat. Ja, het weet niet. Duurt een beetje lang allemaal, Marco. Een beetje. Moet een beetje vaart straks een heel leuk programma. Heb jij wel eens naar de Nachtzussen teruggeluisterd? Nee. Over vaart gesproken. Ja. Af en toe ook nog wel eens een klein beetje meer vaart in. Zit er vaartjes in. Ja, precies. Ja. Ben je er klaar voor? Ja. Je gaat dus niet Helena zingen, nee, begrepen? Ik ga Dikke 10 doen. Dikke 10? Ja. Nou, die krijgen ze toch van mij met deze dagen. Ja, dat vind ik toch ook. Heerlijk. Ja, goed. Nou, Rutger, ga lekker staan daar. Dan zal ik even zorgen dat het beeld ook... Oh, jij doet het beeld goed? Nou, ietsje anders, want anders dan zie je dat rad zo. En dan heeft Rutger ook even de tijd om een beetje adem te halen en lekker te gaan staan daar. Precies. Rutger, we vonden het een feest dat je er was. Ik heb een heerlijke, want je hebt net al een stuk kerstel op. Ik heb nog een hele nieuwe voor je. Die geef ik je lekker mee voor tijdens de kerstdagen. Vind je dat leuk? Dan zet ik alvast even bij jouw microfoon. Maar misschien nemen ze dan nog even afscheid, hebben we nog wel tijd voor. Dikke 10 is dus het nummer. Moet even kijken of alles nu klaarstaat, want ik moet het natuurlijk allemaal zelf doen. Ja, ben je er klaar voor? Een dikke 10 krijgen we allemaal van Rutger van Barneveld. Ik was laatst aan het eten, zat ergens in een klein cafeetje. Maar had snel in de gaten, nou ik ga echt niet met je mee. Je zei al snel ik ga weer, en ik nam nog maar wat te drinken. En toen ging het deurtje open, het was echt niet te geloven wat erna. Want daar stond jij, ik wist bij God niet wat ik zag. Van zo dichterbij zag ik de lichtjes in jouw ogen. Ik stelde mij meteen maar voor en jij zei mij ook hoe je heette. Maar ik was helemaal van slag dat ik je naam nu ben vergeten. Ik heb nog nooit zo'n lekker ding gezien. Jij krijgt van mij een dikke 10. Nou, die krijg je wel hoor. Oh. Nu heb ik jou alleen nog in zoveel mooie stoute dromen. Ik heb je sinds die avond niet meer gezien, niet meer gehoord.
geen naam en ook geen nummer. Het is toch echt niet te geloven. Dus ik denk maar aan dat uurtje, je lach en ook je geurtje in die nacht met z'n allen. Want daar stond jij. Ik wist bij God niet wat ik zag. Van zo dichterbij zag ik de lichtjes in jouw ogen. Ik stelde mij meteen maar voor. En jij zei mij ook hoe je heette. Maar ik was helemaal verslaafd dat ik je naam nu ben vergeten. Ik heb nog nooit zo'n lekker ding gezien. Jij krijgt van mij een dikke 10. Ja, ja. Een dikke 10 voor Rutger van Barneveld, hoor. Nou, en even nog wel, want je hoort hem af en toe ook even blaffen als een hond. Want je bent ook ziek geweest, hè? Ja, het is echt... Al 3 weken lang heb ik het flink te pakken gehad. Dus ik ben blij dat ik vandaag weer de eerste noten een beetje kan zingen. Maar het is nog niet wat het zijn moet, maar we zijn op weg. Wij doen het ervoor. Prima. Maar ik weet niet wat het is met deze verkoudheid, dat griepvirus wat nu rondwaart. Het blijft heel lang hangen. Heb jij het al gehad toevallig als of niet? Ja, het nieuwe griepvirus of nee? Ja, ik heb nergens last van. Nee? Nee. Jij bent gewoon echt... Ik heb havermout eten, mensen. Is immuun. Immuun, ja. Een weerstand van heb ik jou, daar heb je precies. Gewoon natuurlijk. Ja, absoluut. Ja. Rutger, jij gaat dus kerst vieren met familie en vrienden? Ja. Astrid, heb jij al plannen? Ik ga morgenavond naar mijn broertje. Gezellig. Ja, ik morgen naar mijn zusje, dus jij bent ook al familiemens. Ja. En dan de overige 2 dagen? Lang uit in bed, denk ik. Moet je niet werken? Nee. Nee. Ga Home Alone kijken. Ja, alweer, ja. Het is verschrikkelijk. Deel 1, 2, 3, 4, 5, 6. Huh? Dat wordt zo vaak herhaald. Nou, sinds hij op die streamingdienst staat, wordt hij eigenlijk niet meer uitgezonden op televisie. Hè? Want ik mag ook nog Sissy kijken, voor degene die dat niet hebben gezien. Sissy, met die jurken, daar heb ik ook wel weer eens zin in. Maar dat is met die oud en nieuw meestal, ja, toch, Sissy? Ja, maar ik mis dat vaak. Wat leuk. Met de kerst ook. Ja? Ja. Er staat volgens mij een nieuwe versie toch van tegenwoordig Sissy 2. Waarom, Rutger, ben jij zo thuis in de Sissy-episode? Nee, ik heb echt geen idee, maar ik zag hem toevallig voorbij komen. Ik vind altijd, met de kerst hebben ze altijd vaak dezelfde films. Ja. Toen zag ik in één keer Sissy 2. Ik denk, die heb ik volgens mij nog niet gezien. Rutger zit er klaar voor. Sissy 2. Ik zit klaar voor Sissy 2. Hoeveel zijn er van Sissy 2? Oh, er zijn er ook maar 2. Ja, dat denk ik. Oh. Ja, ze maken tegenwoordig overal delen van. Hè? Dus misschien komt er nog een Sissy 4 ook. Maar... Dat weten we niet. Nee. Volgend jaar misschien. Maar volgens mij is er pas een tv-serie verschenen op Netflix. Over ook Sissy, over toch? Ja, toch? Ik kijk even naar Ilse, want dat is echt zo'n Sissy-vrouw. Je ziet het al aan de kleding. Ja, nee? Ja. Het is ook zo'n prinses. Ja, inderdaad. Goed, bedankt. We zijn aan het eind gekomen van deze uitzending. Ik wil alle kijkers en luisteraars heel erg hartelijk danken voor het kijken en luisteren natuurlijk. En fantastische kerstdagen wensen. Wij zijn er, Arnoud en ik, dan natuurlijk dinsdag weer. Op derde kerstdag, hè, zoals dat dan populair heet. Astrid, ik wil heel erg jou bedanken ook dat je even in wilde vallen. Ja, leuk. Ik ga zo naar Bassie, hè. Dus, ze gaat zo meteen met Bassie van Adriaan. Bassie van Assie. Oh ja, je gaat met Bastiaan Boog jij de uitzending vanaf 2 uur doen. En het is altijd al een wens voor jou geweest om met mij te mogen presenteren. Het was heerlijk, Marco. Het was alles wat ik me ervan voorgesteld had. Goed, en... Rutger, heel erg bedankt dat je hier weer was. Volgens mij ben je 3 keer dit jaar geweest, als ik me niet vergis. Ja. Ja. Laten we het volgend jaar gewoon dunnetjes over doen. Ik ben voor. Goed zo. Geniet van je dagen. Ja, jullie ook en de luisteraars en de kijkers natuurlijk ook alvast hele fijne feestdagen. En tot snel. Dank jullie wel.